Morgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben lekker met mijn schatten betaald. Ik ligt altijd lekker bij me. Maar nu ik de camera aanzet, gaat ze opeens weg. Zie je, ze komt alweer. Ik ben lekker filmpjes aan het kijken. Ik ben echt doodmoe van het weekend. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker uitslapen. Mijn video van de Shine Shop vlog staat online. En hij doet het echt super goed. Ik heb echt heel veel leuke reacties erop. Dus dat, ja, echt super goed om dat allemaal te zien en te lezen. Ik ga vandaag niks doen, niks op de planning. Het is vandaag natuurlijk dodenherdenking. Morgen nog vrij en daarna heb ik weer les online. Ik moet eigenlijk aan school zitten, want ik heb echt niks gedaan aan school. Ik moest in mijn vakantie echt aan school zitten en ik heb natuurlijk weer echt helemaal niet gedaan. In ieder geval, ik ga even omkleden. En ik ben gisteravond nog in bad geweest, dus ik ga niet douchen of zo. 11 uur alweer. En ik was eigenlijk al 9 uur al wakker, maar ik lig gewoon lekker te chillen in mijn bedje. Met mijn schatje. Oh, wat ligt je bed toch lekker. Oké, ik heb me inmiddels even klaargemaakt. Ik ga zo meteen koffie drinken. Ik heb nog steeds niet gedronken. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar ik heb ook even die taart eten van gisteren. Oh, maar dat is natuurlijk in een andere weekvlog. Mijn oma, opa en oma, 6 jaar getrouwd. Dus hadden een hele lekkere taart van de bakker. Hadden mijn ouders bedacht of besteld of weet ik veel iets. En daar hebben we nog een stuk van over. Het is echt heel lekkere taart. Dus dat ga ik zo eten. En ik heb dit aan. Dit jurkje-achtige trui iets van Joins. Deze is van de Shoplog. Ik zal hem hier plaatsen als infokaart als je de Shoplog wil zien. Met een rimpje en gewoon een legging. Hou ik val bijna om. En ja, mijn spiegel is een beetje vies. Maar ik ga even wat eten en drinken nu. Oké, het is inmiddels 2:30 alweer. Holy shit. Ik heb even een paar dingetjes geregeld voor mijn YouTube kanaal. Waar mails beantwoord. Gewoon even wat zakelijke dingen. Want het gaat zo goed met mijn YouTube. Ik vind het echt zo leuk. Gewoon, ik krijg zoveel motivatie. En nou, het is gewoon helemaal leuk. Het is vandaag natuurlijk 4 mei. Dodenherdenking. Dus alle vlaggen hangen weer uit bij ons ook. Of course. Wat ga ik vandaag doen? Ik wil echt aan school gaan zitten, maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik weet gewoon niet wat ik kan doen, waar, ja. Het is zo mooi weer, jongens. Zo top dit. Oh, ik ga denk ik even in de tuin zitten. En de mooie bloemen zijn weer uitgekomen. Dat vind ik altijd zulke mooie bloemen. Mijn ouders zijn die planten halen of zo. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar ik moet nog steeds wat eten. Ik heb alleen een stukje taart op. Dus misschien ga ik wel wat eten maken. Ik moet eigenlijk gewoon echt naar school. Oh nee! Ik ging nog deze pakketjes op de post doen. Dat moet ik ook nog doen. Ik heb even lekker 2 crackers met kruidenkaas en avocado met peper en zout gemaakt. Dat ga ik even lekker bij het opeten. Het is zomaar weer, hè, pap? Heerlijk. Oh, hebben jullie nieuwe planten gekocht? Ja. Die is nieuw. Ja, alleen. En die? En deze. Leuk. Oh, en dit allemaal? Ja. Leuk. En deze of zo? Ja. Nou, helemaal leuk. Wordt steeds leuker hier, oh. Oh my god, ik zat dus eventjes buiten en ik had mijn telefoon in de zon laten liggen. En ik heb dit dus wel eens vaker gehad op vakantie. Maar hij zegt nu gewoon dit. Dat hij zo heet is geworden. Kijk, hij zegt gewoon dit. Hij is gewoon over het. Hoe lang gaat dat duren dan? Ja. Voordat hij weer aangaat. Ik ga denk even de weekvlog editen van vorige week. En dan kan ik die voor woensdag inplannen. Ik zit in de auto met mijn vader. Want we zijn onderweg naar mijn oma. En ik heb net het pakketje op de post gedaan en op 1,5 meter afstand. Ja, sowieso, social distance. Maar het is echt zo heet. Ik heb de pan uit hier in die auto. Hè? Huh? Daddy? Oké, we zijn nu bij mijn oma. 1,5 meter afstand. We hebben net lekker koffie op. En mijn vader, ik weet niet wat de fuck hij aan het doen hoor. Maar hij zit aan het slijpen of zo, maar hij maakt echt kapot veel geluid.
Maar ik heb net een eerste foto gemaakt hier bij mijn oma, want ik wilde dat jasje van de shoplog promoten. Deze. Oké, dit is beter. Ik wilde dit spijkerjasje nog op mijn Insta zetten. Voor Shine. Hè? Ik heb mijn telefoon nou weer gelaten. Ik denk dat we zo naar huis gaan, dan ga ik de weekvlog wel editen. Want dat wil ik dus eigenlijk gaan doen. Oké, het is inmiddels 19:30 en ik ga even wat eten. Mijn moeder en ouders hebben al gegeten, maar ik heb lekker pasta. Super lekker. Dus ik ga even het opwarmen. Oké, het is dus bijna 19:00 en het is vandaag natuurlijk 4 mei. Dus het is natuurlijk vandaag dode herdenking. Ik ga dan even de tv aanzetten, maar de tv doet het echt niet. Nederland 1. Ik ben onderweg naar een vriend en we gaan lekker een KFC milkshake halen. Want ik had toch niks te doen. Nou, ik zit nu in de auto met Bradley. Hallo mensen. Oh, mijn batterij is bijna leeg. En we zitten nu bij de KFC Drive. En we hebben lekker milkshake besteld. En deze milkshake heb ik dus van Bradley. Want hij zei, je moet de chocola hazelnoot milkshake van de KFC echt... Wow. Dat is echt mensen, kunnen. Iedereen... Proef deze milkshake, je gaat me later dankbaar zijn. Ja. Je gaat me een DM sturen van, oké, bro, nu zie je mijn gezicht niet, bro. Je gaat me een DM sturen van, oké, Bradley, je hebt echt gelijk gehad. Ja. Dus, doe je voordeel maar mee. Maar mijn batterij is bijna leeg, zie je dat? Heb ik op dat moment. Nee. Oké, mijn camera was dus uitgevallen. Oh, ik mag niet, ik moet naar mezelf kijken, want ik zit alleen maar, zeg maar in het scherm te kijken, maar je moet in de camera kijken. Oké. We hebben lekker shaky. En, wat, jij wil nog iets zeggen? Ik weet niet bro, wat ik wil zeggen. Wat wil ik zeggen dan? Nou, Insta. Nee bro, je moet gewoon als ik in beeld kom, moet je die erbij zetten bro. Bro. Ja, ik ga dat beeld er niet bij. Ik ga niet mezelf promoten die vlog van je, ik ga je eerlijk zeggen. Dat ga je niet doen man. Oké, dat ga ik niet doen. Maar volg me wel. Morgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag, ik heb me helemaal gefliekt opgemaakt. Ik had net een interview met Samantha. Voor de mensen die me wat langer volgen. Dat is een collega van mij van Engrave van Massage. Voor haar afstudeerproject was super leuk. Ik heb deze outfit aan. Ik heb deze van de shoplog aan. Alleen je ziet dus hier mijn BH. Dus ik moet eigenlijk even een andere BH eronder aan. Want als ik hem omlaag trek zie je dus hier weer mijn BH. Maar ja, het is helemaal kut. Even serieus. Of ik, als ik hem zo doe dan zie je dit. Nou, ik kijk wel. In ieder geval, en ik heb dus deze top aan. Ik moet nog even kijken hoe ik dat doe. Ik ga denk ik even een andere BH aan doen. En dan een witte broek. En deze heeft zo slierte zo. Superleuk. En ik doe denk ik mijn Dr. Martens erbij aan. En ik ga eerst even mijn haar feunen, want... Oh, heel veel mensen vroegen of ik mijn haar had geverfd. Ik heb mijn haar geverfd al heel lang geleden. Maar ik gebruik de laatste tijd dus heel veel zilver shampoo. En het wordt er echt super mooi van. Ik gebruik deze zilver shampoo. Ik zal het eventjes laten zien. Maar ik ga eerst... Even mijn haar vinden, want ik ga een McDonald's Karmic Bang met Isabel opnemen. Ik gebruik deze zilver shampoo. Die heb ik volgens mij al eerder laten zien, maar voor de mensen die niet weten, oh hij is helemaal nat. En daarbij gebruik ik deze van Elvive zilver shampoo met deze conditioner. Dat was het, maar ik ga nu eerst eventjes mijn haar vinden, want het is een beetje lelijk. Ik heb lekker mijn haar gefeund. Het zit echt weer super top als ik het heb gefeund. En ik ga nu Isabel ophalen. Want we gaan dus lekker McDonald's eten. Het is 2:00 en ik heb ook nog niks gegeten vandaag. Dus ik heb kapot veel honger. Oh, je komt aan. We hebben net de mukbang opgenomen. Oh, ik kom niet aan. Hier, vlog jij eens verder? Ja. En we gaan nu foto's maken. We gaan nu foto's maken voor de gram. Video fixen. Nou, we gingen net foto's maken. Die was helemaal zo. Ja. Nee! Ik hoop dat er een leuke tussen zit, want het is, ik haat foto's maken. Wanneer spreek je weer een nieuwe dag af voor een nieuwe foto's? Dan wil ik mijn haar weer stijl hebben. Ja. Ik wil extensions, want het blijft zo kort. Het wordt maar niet lang. Isabel, dat is binnen een maand weer lang. Weet je hoe lang het geleden is? Nou, het is echt al veel langer als eerst hoor, schat. Dat zie je zelf misschien niet. Nee, in ieder geval, we gaan nu naar huis. Ja, wat gaan we doen? We gaan niet echt nog wat doen. Nee. Op mijn telefoon te kijken hoor. Hey, wat is dat? We zijn thuis en we hebben een lekker wijntje erbij gepakt. Het! En ik zie geen één leuke foto. Nou, dat kan niet.
Zo gemist. Om gewoon lekker te wijnen wanneer je wil. Wij zitten lekker hier in de veranda. Wat een leventje. Wat een leven! Het is inmiddels 8 uur en ik heb echt niet avond gegeten, want ik zat nog steeds vol van die McDonald's. Ik heb echt 2 happen op en toen dacht ik, nee, ik kan dit echt niet eten nu. Ik ben nu de McDonald's, maar ik ben meteen aan het editen, want ik vind het gewoon heel leuk om te editen. En ik krijg er meteen weer honger van, dus het is helemaal kut. Ja, morgen moet ik naar mijn opa en dan moet ik even op hem passen, want hij is een beetje dement. Dus hij kan niet alleen thuis zijn en ik heb de hele ochtend les en in de middag moet ik werken. Nu vanavond ga ik echt niks doen. Ja. Oh my god, jongens. Ik hou zoveel van jullie. Ik heb gewoon binnen 1 week 1000 abonnees erbij. Volgens mij echt door die shoplog en zo. Ik weet nog precies, vorige week dinsdag had ik 14k gehaald. En ik heb nu gewoon de 15k gehaald. Yay, zo leuk. Zo leuk, jongens. Zo leuk. Het is inmiddels avond. Volgens mij is het echt al 12:15. En ik heb morgen om 8:30 les. Ik weet echt niet wat ik doe, maar ik ga echt slapen. En ik ben een beetje mijn kamer aan het opruimen. Ik heb de mukbang afgeëdit. Ik heb echt weer helemaal een verkeerd ritme door die kutvakantie. Ik heb echt het gevoel dat ik geen school heb. Ik heb ook gewoon niks gedaan aan school. Ik voel me echt erg. Goedemorgen, man. Het is vandaag woensdag. Ik had net online les, maar ik had me ondertussen helemaal klaargemaakt en opgemaakt en zo. Want ja, die online lessen werken echt niet. Het is nu nog steeds bezig, maar ik snap er niks van. Ik ga me even mijn lens in doen nu. En dan even koffie drinken. En dan ga ik naar mijn oma. Of ik ga denk ik gewoon bij mijn oma koffie drinken. Want ik moet even op mijn opa passen, zoals Christer zei. Maar ik ga eerst eventjes mijn lens in doen. Ik ben nu bij mijn oma en ik ga even boodschappen doen. Mijn oma is inmiddels weer terug. Ik heb ook bij mijn oma wat gegeten. Maar ik ga nu even boodschapjes voor haar doen. Want ja, we willen zo meer mogelijk dat mijn oma natuurlijk de deur uitgaat. Dus dat ga ik doen en het is echt prachtig weer. Goed toch? Het is inmiddels alweer 14:45. Het gaat zo snel. En ik moet vanmiddag dus werken. Dus ik moet even opschieten. En ik had online les de hele dag. En ik heb oprecht niks gehoord van die online les. Ik luisterde, maar gewoon letterlijk niks kwam binnen. Dus dat is helemaal kut. Het is hier echt bloedheet in die auto. Holy motherfuckers. Maar ik ga even de kamer weg doen, want als ik ga rijden gaat hij sowieso vallen. Oh, ik ben thuis. Van een boodschap doen. Zwaar leven heb ik. Het is nu 2:30. Ik moet rond 4 uur hier vandaan naar mijn werk toe. Ik werk bij de apotheek als bezorger trouwens. Niet iedereen weet dat, wel ik het in elke vlog heb gezegd, maar ik weet niet of jullie dat al missen of zo. Maar het beste, misschien ga ik heel even aan school zitten of zo. Het is echt kapot mooi weer en ik zit binnen en ik kan niks doen. Het is inmiddels al 10 uur of zo. Ja, het is 10 uur, ik ben toch van mijn werk. Echt, ik moest echt tot 9:30 werken. Zo, ik heb net gegeten. Ik had wat frietjes en kip en nog erwten, maar die heb ik niet op gekregen. En ik ben nu lekker Temptation aan het kijken. Ik hou van Temptation. Nou, was trouwens iets heel ergs gebeurd op werk. Dus dat laat ik zo zien, maar dat ga ik zo weer vertellen. Ja. Morgen allemaal, het is vandaag donderdag. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wat zeg ik? Ik ben niet helemaal wakker. In ieder geval, ik ben net omgekleed en gedoucht en opgemaakt en weet ik het allemaal. Dus vanaf donderdag. Ik heb mijn rok aan van de shoplog met dit topje. En hieronder heb ik mijn bikini aan. Want ik ga vandaag naar Zeeland. Naar Maxime. Dat is een vriend van mij en Bo. Ik heb dus de rok aan van de shoplog. Echt super, super leuke rok vind ik het. Echt blij mee. En gewoon deze top van de Bershka. En gewoon witte sneakers. En ik ga even een koffietje drinken. Oh, en ik krijg trouwens heel veel vragen van... Wauw, wat heb je met je haar gedaan? Heb je het geverfd? En het is echt mooi. En dit en dit. Maar ik gebruik de laatste tijd gewoon heel veel zilver shampoo. En dat is oprecht het enige wat ik heb gedaan. Ik heb natuurlijk ooit wel een keer de onderkant geblondeerd. Maar dat is echt al heel lang geleden. En nu gebruik ik gewoon heel veel zilver shampoo.
Ik ben nu even wat voor school aan het doen. Of misschien wil je voor het Vondelpark wel gaan. De natuurspeeltuin die er is gecreëerd. Oké, ik heb een beetje aan school gezeten. Ik ga nu even mijn lens in doen en ik ga even nagels opplakken. Daar heb ik echt zin in. En dan ga ik zo meteen al weg. Echt zoveel zin. We gaan lekker op het strand in Zeeland. En gaan lekker barbecuen vanavond. Het wordt echt een super leuke dag. Echt zoveel zin in. Kijk, ik heb mooie nagels opgedaan. Ze zijn wel heel lang. Ik had niet verwacht dat ze zo lang zouden zijn. Wel mooi. Maar ik ga even geen ring om doen. Want we gaan ik ben trouwens super gaan aan het kijken. Ik ga er zo stuk om met hoeveel geld heb jij per rekening. En dan allemaal van die 30-jarige jongens zeggen echt van ja, je weet toch, ik hostel, bla bla bla. En ik echt. Het is gewoon niet waar. Ik ga zo meteen weg. En ik ben blij met mijn nagels. We zitten in de auto. Yeah. Onderweg naar Zeeland. Ja, we gaan naar Zeeland. Ja, ik heb al gezegd. Oh ja. Maar ja, super zin in. Alleen, ja, het is nu 1 uur. Wacht even, misschien iets. Nee, 1:30 is het. Het is nu 1:30. En we komen er rond 2:30 aan. Want het is natuurlijk best wel lang aan rijden. Dus we gaan ondertussen even naar de McDonald's. Gaan we even wat eten. Ja, we kunnen ook een lekker tankstation vinden met lekkere broodjes. Ja, kan ook. Maar ik heb toch wel meer zin in een lekkere burger. Ik ook. Of iets van, heb je niet zo'n andere drive of zo? Ja. Rijden we langs Breda? Nee, zeker. Nou, weet ik niet. Dus dan kunnen we misschien naar de Taco Bell. Nou, 1 kilometer. Oh my god, nee, dat moet zo lang duren. We schieten terug weg vanavond, als ja, het open is. Ja. We kijken wel! We zijn bijna bij de Mackie. En ik heb lekker McChicken. McChicken, kipnuggets 20 en Bo heeft een... chili chicken en kipnuggets met tomaat. Oh. Can't fucking wait, bitches. Het is nu 2:30 of 2 uur. Oh, lekker! Zo, oh, shit. Maar ik heb nog niks gegeten. Ik wil alleen maar 1 frietsaus. Ja, maar die hoef ik niet hoor. Jij hebt een... Oh nee, dit heb ik. Een Mac. Gaan we eerst die kipnuggets... Wat gaan we eerst eten? De burger of de kipnuggets? Kipnuggets. Ik hoor die staan al. Ja. Oh, lekker jongens. Wij gaan even eten, doei. We zijn er! Maar ik moet die jongen, we zitten zo veel van die Mac. We zaten naar die kipnuggets zaten we vol. Ik ben echt misselijk. Ja. Dan heb ik echt zo'n opgeblazen buik. Gret verdemmen. Ik zit weer altijd naar mezelf te kijken. Ik moet er echt mee. Oké, wij zijn echt niet goed. Maar we zitten te lang in de auto. We zitten te lang stil. We moeten bewegen. Hyper, ik moet alcohol. Zuipen! Zuipen! Oké, maar we gaan dus lekker naar. We zijn nu in Vlissingen. Fucking Vlissingen. En gaan lekker naar het strand. En hier woont dus ergens Maxime's vader. Nou, super dom. We zaten helemaal in de tuin, helemaal bijna bij het strand. Fucking ver gelopen. Ben ik mijn telefoon vergeten. En ik heb mijn Skype om 4:30 met mijn school. Dus ik moet mijn telefoon hebben. Dus we moeten helemaal teruglopen. En het is fucking heet. Jezus. Ja, we hebben de hele dag op het strand gezeten, hè, Max? Het was heel erg gezellig. Ja, het was super gezellig. En super heet. Ik zie er echt niet meer uit van. En we gaan nu lekker eten halen. Wat gaan we sushi halen? Of barbecue. We gaan of sushi halen of barbecue. Maar dan moeten we nog even kijken. Ik ga niet meer filmen. Ik denk echt wel een tooi. Wil je nog wat zeggen? Tegen wie? Tegen mijn kijkers. Help me. Love you. Op het plankje. Hey Maxime. Hey. Maxime, zou je zelf even warme kijken? Nee, wil ik niet. Jawel. Maxime, niet zo ongeïnteresseerd. Maxime is de vriend van Bo, soort van. De halfvriend. Hoezo halfvriend dan? Ja, hoe de fuck noem jij het dan? We zijn naar huis aan het rijden. Het is echt heel laat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. En ik ga vandaag de hele dag op school. In ieder geval, ik heb de hele dag online les. Het is nu 1 uur, voor het eten. Werk vanavond. Ik moet werken om 4 uur of 4:30. Even kijken. En dat is wel zo'n beetje de planning. We hadden gisteren dus nog wat gedronken, maar ik ben zo misselijk. Ik snap het echt niet, want ik heb totaal geen kater gewoon.
Maar ik ben echt kotsmisselijk gewoon. Ik weet echt niet wat kan. Maar ik ga even een tostietje maken. Misschien voel ik me dan wat beter. Echt fucking lang al geen tostie op, dus ik heb er wel echt zin in. Nu, ik had net even een paar stukjes kaas gegeten, maar nu ben ik dus echt niet meer misselijk. Volgens mij was ik gewoon zo misselijk, omdat ik zo lang zeg maar niks had gegeten. En dan gewoon die alcohol als laatste op je maag valt gewoon niet goed. Maar ik voel me eigenlijk weer top en ik heb lekker een tosti. Oh, love it. En ik ga koffie maken, because you know me guys. Ik kan de dag niet beginnen als ik geen koffie heb. Oké, ik had echt de hele dag online les en ik ben gewoon weggegaan, want ik luister gewoon niet. Ik word helemaal gek. Echt, mijn schoolmotivatie die ligt echt ergens op Jupiter. Want ik ben gewoon uit die online les gegaan, want ik zit alleen maar online te shoppen. En toen dacht ik, nou, dit slaat nergens op, want ik wilde weer een shoplog opnemen. Ik dacht, ik ga even leuke kleding bestellen en zo. Maar dit slaat gewoon echt nergens op. Ik doe gewoon niks en ik word er helemaal gek van. Maar ja, ik ben nu op ASOS aan het shoppen en ik krijg hele leuke dingen van Conget Fashion. En een ander bedrijf heeft me ook DM'd. Zal ik ook eens naar kijken? Ik ben zo druk bezig met YouTube. Het is echt niet normaal. Het is 3:50, ik moet zo werken. Maar ik ga even een smoothie maken voordat ik ga werken. En ik heb lekker met handsinaasappel, een beetje yoghurt, aardbeien. En ik gebruik de proteïnepoeder. Vanille, ja, dat geeft het echt een soort lekkere smaak. Waar ik wel eens ben achter me gekomen is dat ik echt een slechte huid heb sinds ik die proteïnepoeder gebruik. Dus je krijgt er wel een beetje puizen van. Maar misschien nam ik het te vaak of zo. Misschien denk ik als je het af en toe neemt dat het geen kwaad kan. Want ik heb echt dus nooit last van mijn huid. En nu had ik opeens allemaal puis. Dus dat vind ik niet zo chill. Maar ik ga lekker een smoothietje drinken. Yeah. Oh, ik ben ondertussen al thuis van werk en het even gegeten. En ik ga nu gezellig naar Bo. Ik ga gewoon nu gezellig wat drinken. En niet echt iets speciaals. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. En ik zit in de auto onderweg naar huis. Want ik had vannacht bij Bo geslapen. Super gezellig. En ja, ik ga vandaag... Oh, mijn broer en zijn kind komen. Mijn broer heeft een kind. Maar ze wonen heel ver weg. Helemaal in Enschede. Bij Enschede in Haaksbergen. Dus ja, dat is natuurlijk heel ver weg. En nu komen ze een weekend hierheen. Het is super gezellig. Ik kan echt niet wachten tot ze er zijn. En ja, ik ben nu gewoon onderweg naar huis. Het is inmiddels alweer 4:30. Ik heb niet gefilmd met mijn neefje, maar ik was gewoon lekker aan het genieten met mijn gezin. Dus ik was niet echt met de camera bezig. Maar we zijn nu naar een barbecue van een vriend van mijn broer. En ik heb een mega pakket binnengekregen van Conget Fashion. Super leuk, dus ga ik nog een shoplog van maken. Maar ik wil het gewoon nu openmaken. Ik heb zoveel drang om het open te maken. Maar ik ga het gewoon binnenkort filmen. Komt helemaal goed. En bij de week ga zo meteen ik eventjes naar Bo toe. Ik ga denk bij haar eten. En ja, kijk wel wat ik ga doen vanavond. Ik heb echt geen idee nog. Ik ben nu bij mijn zus. We hebben lekker pastaatje gegeten. Een lekker wijntje erbij. Heerlijk in het zonnetje. Wat een leven. Oh. Weg naar de McDonald's. We gaan even lekker een ijsje halen. Yes. Love it, Dead, Love it, Nashville. Oh ja. Dat is het? Wat is het? Zo, we hebben een lekker ijsje. En we zijn nu iets wel aan het bellen, maar die neemt de telefoon weer niet op, want het is ergens aan het zuipen. Maar we willen zo meteen naar een vriend toe, daar gaan drinken. Maar ja, die man neemt te veel. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik heb lekker geen make-up op. Ik heb al gedoucht en weet ik het allemaal. Mijn broer en zijn kind zijn er nog. Super gezellig. Dus ik ben even vandaag met hun en het is natuurlijk ook moederdag. Ik heb dit jurkje aan. Ik weet niet of je het kan zien. Het is best een beetje een raar beeld. Beetje donker. Oké, ik ben altijd heel onvoorzichtig met mijn spullen. Mijn camera is ook alweer kapot. Dit draaidingetje hier is alweer kapot. Alles gaat altijd kapot. Maar ik heb dus dit leuke jurkje aan van de shoplog. Het is super lekker weer. En dan gaan we zo meteen barbecue. Maar ik moet ook nog even aan school zitten. Daar heb ik echt geen zin in. Het moet. Nou, mijn broer is alweer weg. Ik heb vandaag gebarbecued. Weer
Ik ben vandaag echt super chagrijnig en moe en dood. En ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb helemaal geen kater of zo. Want ik had dus gisteren eindstand helemaal niet veel gedronken. En was om 1 uur al thuis. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. Ik voel me gewoon een beetje kut. Niet echt een bepaalde reden of zo. Maar het is gewoon niet mijn dag. Ik ga denk gewoon zo mijn kamer opruimen. Want het is echt een bizarre type. Sorry, ik kijk dit wel. Oh, echt geen zin in. En die stoel ook helemaal. Ja, en daarna ga ik niks doen. Misschien even in bad. Nee, ik heb al gedoucht vanochtend. Helemaal geen zin in. Ja, niet veel. Misschien ga ik... Oké, nou. Laat maar. Dit werkt niet. Doei. Oké, het is inmiddels avond. Het is echt een kutdag dit. Ik heb oprecht gewoon niks gedaan. Ja, mijn kamer is nog steeds een troep. Dus dat ga ik opruimen. En dan ga ik gewoon slapen. Want ik heb morgen dus... om 8:30 les. Echt, wie de fuck verzint. Dat heb je de hele dag online les. Dat je kan dan krijgen. En dan plannen ze dat in om 8:30. Nou, mij niet bellen. Ga je maar ook gewoon lekker de vlog afsluiten. Vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. Dit is Sarah Verwoerd. Ja, en mensen, jullie moeten mij abonneren. Want jullie kijken mij, maar jullie abonneren mij niet. Ik zie het wel hoor. Ik zie het wel, maar toch doe je het niet. Ja, vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Want dan krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En ja, en dan hoef je nooit mijn video's te missen. Ook een vast uploadschema gaan doen. Elke woensdag een week vlog. En elke zaterdag een extra video. Duimpje omhoog. Vond je de vlog leuk? Geef een duimpje omhoog. Als je de quarantaine week vlogs leuk vindt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Een beetje in quarantaine. Want weet je, ik doe ook maar wat met mijn leven. Mijn leven is eigenlijk misschien nog wel leuker als normaal. Want normaal ga ik alleen maar naar school. Dus misschien is het eigenlijk nog wel leuker. Ja, ik ga mijn kamer opruimen en slapen. En dan zie ik jullie volgende keer weer. I love you guys so much. Ik hou echt oprecht heel veel van jullie. Want jullie zijn echt top.